vroeger ook veel bij die parades gehoord hebben. Bellamy en natuurlijk de Manuel en noem ze maar allemaal op. Toch in deze tijd, die piraten, die doen het weer. Speciaal voor al die mensen die zitten te luisteren. In deze moeilijke tijden. Ik ga deze knopjes zo weer overgeven en ik heb nog één plaatje te gaan. Speciaal voor alle mensen die zitten te luisteren. Ja, dit plaatje ga ik ook even de ronde in. Hey Frits Spits, draai even een mooi plaatje de ronde in. En de groetjes aan die kant. En dat wordt allemaal aangeboden door Danny Jonker uit Lobit. Ik zou zeggen, Danny ook bedankt. En de groetjes. En dit is ook tevens het laatste plaatje voor mij. Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Ik zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Je zit zonder zorgen, nergens aan denken. Even maar stoppen, om bij te denken. Toch waarschuwt een haan in je hoofd die kraait. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt hem niet zien als hij zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook dat zo'n engel. Je ziet in de verte het dak van je huis. Je voelt dat je slaap hebt, toch rij je maar door. Een engel bewaarde die bijna verloor. En dan zie je bloemen, alles is wit. Het is ook je moeder die naast je zit. Je kijkt in haar ogen en ziet dan een traan. Alsof ze wil zeggen, voorzichtig voortaan. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt hem niet zien, als die zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook, dat zo'n engelbewaarder op je let. Ik zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt hem niet zien, als die zachtjes tegen. Thank you.
Goed, luisteraars, ze zitten voor mij weer op. Goed, dit jaar, denk ik wel. Fijn dat ik nog even een uurtje heb kunnen draaien. Dat allemaal voor deze combinatie. Bellamy, de Ster en de Cosmos gaan natuurlijk, hè. Ik heb natuurlijk hier even gewoon een beetje het plaatje uitgezocht die ik nog graag zou willen draaien. En voor deze tijd ook. Ik wil iedereen bedanken. En wie weet, tot ziens, tot het volgend jaar maar weer. Iedereen natuurlijk ook een hele goede roots in het nieuwe jaar. En je kunt natuurlijk bellen 06-48-48-4560. Dat allemaal naar Cosmos Radio. Natuurlijk iedereen nog een fijne feestdagen. En de groetjes maar weer. Dit was Frits Spits voor Cosmos Radio. En dan allemaal op 23-12-22. 22, hè? Ik zou zeggen, de groetjes. Dag hoor, dit was Frits Spits voor Cosmos Radio. Yo! Maar natuurlijk aan die kant, hartstikke bedankt. Pa, de oude Cosmos vanaf het Gelders Heiland toen die tijd. Mooi, ja, zolang het kan, doen we het met en voor elkaar. Luisteraars, tot zo. Maar eerst even dit. Boven de NAP. Dit is de uitzending van Cosmos Radio. Cosmos Radio. En nu snel terug naar de enige echte piratenhit. Gepresenteerd door Cosmos Radio. De kerstmarathon van Bellamy FM en de Ster van Gelderland wordt mede mogelijk gemaakt door Lucky Auto's Dieren, Van der Vrede Auto's Arnhem, Autocentrum Arnhem, Beursken Auto's Didam, Pasro Parket Doetinchem, Mousset Chocolaterie Arnhem, De Surprise Shop Arnhem, Veluwe Auto's Doesburg, Zeger Metaal Recycling, VDR Gevelreiniging Arnhem, Autoplaza Gelderland, Hengelo, zanger en entertainer Stevie Poppinghaus, Oliebollenkraam Kobeschaaf Arnhem, Snackbar Jaap Arnhem-Zuid, Joostingbloemen Arnhem, Garrits Trapstoffering Brummen, Pijverfolietechniek.nl te Duiven. Namens ons team bedankt. Welkom bij een samenwerkend verband tussen drie piraten. B.S.C. Drie eten piraten hebben de handen ineengeslagen. En ze zijn sterker dan ooit. We leven mee met station B.S.C. Welkom bij de Bellamy FM, de Ster van Gelderland en de Cosmos Radio. Kort samengevat, BSC. Bij elkaar meer dan 100 jaar piratenervaring in één team. Dit is station BSC.
Ja, ze doen hier alles tegelijk, hè. De telefoon, de muziek. Het gaat allemaal door, hè. Gaan we dat plaatje ook eventjes sturen naar Henk Kuster. Dat allemaal momenteel in Babberich. We zeggen Henk aan die kant luister gezellig mee. Graag een plaatje voor alle luisteraars. Maar Henk bij deze ook gedaan. We hebben nog wel even contact, hè. Luisteraars, we zijn nog steeds afgestemd op de BSC-combi. De kerstmarathon van 2020. Van de Bellamy FM, de Ster van Gelderland en de Cosmos en de vele DJ's natuurlijk. Een man of 11 sterk en 3 vrouwen. Momenteel allemaal op de uitkijkpost, hè. Hoho! We gaan aan deze kant ook even Frits Spits bedanken voor het afgelopen uurtje. Ah, je bent nog niet verleerd. Dat is maar alles, hè. Jong geleerd is oud gedaan. Zo heb je mij geleerd. En zo helpen we elkaar weer, hè. Pa, bedankt. De groetjes, goede terugreis. Luisteraars, blijf ook vooral lekker doorreageren naar de studio. Daarvoor 06 48 48 45 60. Ik herhaal 06 48 48 45 60. Goedemorgen, graag een mooie piratenkerstplaat voor alle luisteraars. Groetjes van Mark. Mark, dan gaan we erop bij zoeken. En dan wordt hij zo dadelijk ook lekker gedraaid. Bedankt voor de reactie, Mark. Hoi, BSC ontvangt ze prima in Zutphen. Graag een plaatje aanvragen voor het BSC-team. Pascal Rowena en de kids. Fijne kerstdagen en een gezond 2021. Graag een plaatje het huisje bij de brug. Bedankt en de groetjes en succes van Hans. Hans ook uiteraard bedankt. En ook hele fijne dagen aan die kant. Otje, graag een plaatje voor Thea, mijn lieve vrouw. Doe maar de Sumstreams op Rode Rozen. Groetjes van de Ronnie uit de Hooiberg, Udendam. Ronnie, je team, luister mee. En de Sumstreams zetten we klaar, uiteraard. Luisteraars, tot 2 uur. Is dit de Cosmos, de nummertje C van de BSC-team. De kerstmarathon van de Bellamy en de Ster. En elk jaar weer terugkerend rond de vaste tijden. Als het allemaal mee zit, nog een dag of 3, 4 aan de band. Zolang het toegelaten wordt door de overheid, de natiecombinatie van de agentschap Telecom. Onbemand aan de band. En zo vallen wij niet door de mand, hè. En zo is de agentschap Telecom ook weer gesignaleerd. Omgeving Overijssel. Ze hebben de snipperdagen op. Ze moeten er nog een dag tegenaan. Nou, we staan weer klaar met het hele groepje. En dat allemaal op 1,5 meter afstand. En we hebben oliebollen meegebracht, hè.
Nou, we gaan aan deze kant ook weer even lekker door de oude schoenendoosjes heen. In combinatie met de nieuwe platen. Luisteraars, wijzen we dus lekker bij van alles wat voor iedereen wat wils. En blijf vooral lekker doorreageren. 06 48 48 45 60. Luister mee via de FM 92.3. Ja, die is er nog. www.geheimezender.com of via de welbekende site www.bellamyfm.nl. En natuurlijk vanavond, volgens mij rond 6 uur, ook de gigantische grote verloting. €500 contant. Een trapstoffering door Gerrits. En ook nog een keer €250 contant. Prijzen vliegen eruit vanavond. De mensen hebben ook loten gekocht. Volgens mij zijn er nog 4 enveloppen te verkrijgen. Dus hou het in de gaten. Grote prijzen en spelletjes op dit station. De eerste is echt een vinyltoppetje, zwart pannenkoekje natuurlijk, uiteraard weer. Waar kan ik heen? En we horen ook, de loten zijn ook uitverkocht. Het is gigantisch hard gegaan, hè. Helaas ook geen loten meer voor de prijsuitreiking. En voor het laatst kijk je nog eens aan.
hun beide ogen strelen. Je slapende gezicht, maar wat jij nodig hebt, is een andere man als ik. Je bent zo veranderd, je wilde jaren zijn voorbij. Maar als ik hier blijven zou, dan voel ik mij niet meer zo vrij. Jij hebt al die jaren aan alles meegedaan. We deelden vaak ons laatste brood, we hebben veel doorstaan. Maar het vrije leven duurde jou te lang. Jij wilde zekerheid die ik niet geven kan. Je bent zo veranderd, je wilde jaren zijn voorbij. Maar als ik hier blijven zou, dan voel ik mij niet meer zo vrij. Dat ik weer terug wil gaan, maar dan zal er een vreemde naam op je voordeur staan. Voor mij blijft de herinnering aan vreugde en verdriet. Je hield van mij en dat vergeet ik niet. Je bent zo veranderd, je wilde jaren zijn voor. Maar als ik hier blijven zou, dan voel ik mij niet meer zo vrij. Je bent zo veranderd, je wilde jaren zijn voorbij. Maar als ik hier blijven zou, dan voel ik mij niet meer zo vrij. No, no, no. Een mooie toppetje van Con Amour. Je bent zo veranderd. Maar gewoon lekker jezelf blijven. Dan komt het altijd goed. Wat allemaal hier op de 92.3 FM. Goedemiddag allemaal. De volgende plaat geven naar Lobert sturen. Naar Theo en Els Jonke. Komt hier lekker door. En nog hele fijne feestdagen. Dan natuurlijk ook voor jullie. Luister lekker mee aan die kant. De volgende plaats speciaal voor jullie. Geluk is toch geen 100.000 gulden. Geluk is ook geen grote diamant. Geluk is nooit in guldens uit te drukken. Geluk is snoepjes in een kinderhand. Geluk is niet een leven zonder zorgen. Geluk is soms de zorg waarvoor je leeft. Geluk is soms gelukkig zijn met morgen. Geluk is ook een hand die je vaak geeft. Het ligt op straat, je komt het overal tegen. Zit op een bloem of op een zonnestraal. Het is brutaal, of soms ook heel verlegen, maar het is geluk voor ons allemaal. Geluk is een terras vol limonade. Geluk is namen schrijven in een boom. Geluk is oma in een klein prieeltje. Geluk is met de fiets naar Bergen op Zoom. Geluk is kussens gooien in de ochtend. Geluk is naar je werk met een zoen. Een zoen die steeds uit liefde wordt gegeven. Geluk is fijne dingen overdoen.
Het ligt op straat, je komt het overal tegen. Zit op een bloem of op een zonnestraal. Het is brutaal of soms ook heel verlegen. Maar het is geluk voor ons allemaal. Het ligt op straat, je komt het overal tegen. Zit op een bloem of op een zonnestraal. Het is brutaal of soms ook heel verlegen. Maar het is geluk voor ons allemaal. Maar het is geluk voor ons allemaal.
Van de Belcanto's. De originele nog wel. Ja, ja. Maar geen woord daarvan is waar. Even kijken. Graag een plaatje voor mijn lieve vrouw. Graag een plaatje. De Sunstreams op Rode Rozen. En dat is allemaal aangeboden door Ronnie. Uit die dam, hè. Een sprookje voor ons beide. Dan moesten wij ver van elkander scheiden. Die nooit meer voorbij zal gaan. Waarom moest ik zo snel bij jou vandaan? Op rode rozen van tranen is Suze jou als laatste groet. Ze zeggen meer dan 1000 woorden nu ik weer afscheid nemen moet. Op rode rozen vallen tranen, ze zeggen dat ik van je hou. Mijn hart zal altijd aan jou denken, ik blijf van jou. Ik nam jou bij het afscheid in mijn armen. Een keer wilde ik jou echt verwarmen. Vergeet nooit wat ik tot je zei. Het leven brengt weer zonneschijn. Eens zal ik hier voorgoed bij jou zijn.
zij. Op rode rozen vallen tranen, ik stuur ze jou als laatste groet. Ze zeggen meer dan duizend woorden, nu ik weer afscheid nemen moet. Op rode rozen vallen tranen, ze zeggen dat ik van je hou. Mijn hart zal altijd aan jou denken, ik blijf van jou. Nou, Hendry, zeg maar, joh. Hendry, blijf je van mij kwijt, ja, met de flap in de pijp, met de flap in de piepen. Oh, wat een pokker weer, jongen. Oh, wat een weer. Oh, een bezoekje van ja. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Het is niet erg om hier te rijden, zoveel nachten ver van jou. Want mijn wagen zal me brengen, door de nevel en de kou. Als ik thuis ben zul je zeggen, blijf wat langer als het gaat. En je weet, ik zou graag willen, maar dat is iets dat niet bestaat. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Even stop ik op een rustplaats langs die eindeloze baan. Hoewel keer ik hier gestopt ben, ja dat weet alleen de maan. En de weekends die ik thuis ben, zal voor ons het einde zijn. Omdat ik zo lang van huis ben, lijkt ons leven een refrein. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Ja, onze Hendry, de blije boer. Onze Capina-boertje, melkboer. Die is er helemaal wild van, hè, Henkje Wijngaard. Zingen, komt-ie, Hendry? Oh. Links, rechts, links. En door blijven trekken aan die dingen. Oh, oh. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan een vrouw die op me wacht. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp. De vlam in de pijp. Dus er was ook een goede ontvangst onderweg in Otterlo. 100% en denk aan de Witte Muizen. Succes vandaag. En de groetjes van Willem Bosma. Willem, de volgende plaats. Jouw kant op. Mooi oudje van de Cats. A letter. Now
slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: giddy up go, papa, giddy up go. Daarom gaf ik mijn truck die naam, giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week dende ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Een dikke walm uit zijn uitlaat blazen. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam giddy up go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens, nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go. Ook een hele mooie plaat met Tex. Hij komt hier weer fijn binnen in de kantine in Sloot. En dat allemaal in Aad. Graag een plaatje de Slijpers van Parijs. En de groetjes. En dat allemaal voor alle collega's. En groetjes aan de geit. Nou komt hij aan. Wij zijn de Slijpers van Parijs. Slijpers en komen hier uit Parijs. Ritsipi, ritsipa, ritsiboem. En als wij slijpers gaan slijpen, dan is het altijd prijs. Ritsipi, ritsipa, ritsiboem. We slijpen de scharen, de messen van de tafel en zo menig meisje onder haar navel. Ritsipi, ritsipa, ritsiboem. We slijpen de scharen, de messen van de tafel en zo menig meisje onder haar navel. Ritsibi, ritsiba, ritsiboom. Ritsibi, ritsiba, ritsiboom. Wij zijn de slijpers en komen hier uit Parijs. Ritsibi, ritsiba, ritsiboom. En als wij slijpers gaan slijpen, dan is het altijd prijs. Ritsibi, ritsiba, ritsiboom. We
slijpen de messen hier tussen twee stenen. Maar de meisjes slijpen we tussen hun benen. Ritsi-bi, ritsi-ba, ritsi-boom. We slijpen de messen hier tussen twee stenen. Maar de meisjes slijpen we tussen hun benen. Ritsi-bi, ritsi-ba, ritsi-boom. Ritsi-bi, ritsi-ba, ritsi-boom. Wij zijn de slijpers en komen hier uit Parijs. Ritsi-bi, ritsi-ba, ritsi-boom. En als wij slijpers gaan slijpen, dan is het altijd prijs. Ritsi-bi, ritsi-ba, ritsi-boom. Laatst heb ik er eentje van achter geslepen, maar die heeft me in mijn stenen gekrepen. Ritsi-bi, ritsi-ba, ritsi-boom. Laatst heb ik er eentje van achter geslepen, maar die heeft me in mijn stenen geknepen. Ritsi-bi, ritsi-ba, ritsi-boom. Ritsi-bi, ritsi-ba, ritsi-boom. Wij zijn de slijpers en komen hier uit Parijs. Ritsi-bi, ritsi-ba, ritsi-boom. En als wij slijpers gaan slijpen, dan is het altijd prijs. Ritsi-bi, ritsi-ba, ritsi-boom. Van achteren slijp ik er nooit eentje meer, want dan doet mijn slijpsteen hartstikke zeer. Ritsi-di, ritsi-da, ritsi-boom, hotzee. Van achteren slijp ik er nooit eentje meer, want dan doet mijn slijpsteen hartstikke zeer. Ritsi-bi, ritsi-ba, ritsi-boom. Ja, gaan we gewoon verder met de volgende plaats. Ja, ja, hey, ga maar door. Een mooi instrumentaaltje. Hey Andy, draai maar een mooie fijne plaats van het Radio Assemble. Voor alle luisteraars, zit er weer goed aan. En de groetjes van de Bjorn. Nou Bjorn, luister lekker mee. Hallo Jan Piraat, even één deze kant op. En een graag een plaatje voor het hele team. En aangeboden door Toon de Telstar. Toon daar, Telstar Radio Doetinchem. Ook wederom bedankt. Zat er van de week ook mooi in, hè? 87.5. Ho, ho! Ja, luisteraars, Agentschap Telecom is vandaag ook onderweg. Ze hebben snipperdagen op, dus we houden de boel goed in de gaten. Wees alert met elkaar en meld het ons anders even. We staan wederom met z'n allen op de bos. De oliebollen zijn inmiddels op. Ik denk dat we zomaar aan het bier gaan, hè? Dus de volle plaat even speciaal daar voor de collega's allemaal van dit station op de uitkijk. Luisteraars, blijf natuurlijk reageren naar de studio 06 48 48 45 60. Dus 06 48 48 45 60. Zo was het ook goed op de Greffenkamp. Succes en draai even Riek uit Spiek van de Scorpions. Groetjes van Benny. Dan Benny, we gaan eens even kijken of Riek ook tiet had om even te komen draaien hier. Hè. Benny, bedankt. We vonden ook even een speciale verzoek. Daar is die Wimmy en de ring. En toen ik ging, zij zei nog, ik wacht hier op jou. Waar je ook bent, ik blijf hier trouw. Ik schreef haar vaak, maar toch een brief kwam nooit van haar.
Maar geloof me, dit had ik van jou niet verwacht. Jij was mijn vriend, jij leerde haar kennen door mij. Jij weet hoeveel ik van haar hou. En nu kom ik thuis en daar voor haar deur sta jij dan. En direct zie ik aan je hand, jij draagt haar ring. Wat valt er te zeggen dan? De ring die zij draagt aan je hand heb ik ooit gedragen. De ring die jij draagt beantwoordt voor mij alle vragen. Oh, ik kom thuis en de plaats is bezet. Ik herkende meteen de ring die jij draagt, die heeft zij aan mij ooit gegeven. De ring die jij draagt ontneemt mij het geluk van mijn leven. Oh, iedereen weet we zijn uit elkaar, want de ring die jij draagt is van haar. Als jij haar ziet, zeg haar dan dat ik er weer ben. En zeg dan dat ik haar wel bel. Maar zeg niet dat ik veel verdriet om haar had. Ook al begrijp ik niet wat er met ons is gebeurd. Wat valt er te zeggen dan? De ring die jij draagt aan je hand heb ik ooit gedragen. De ring die jij draagt beantwoordt voor mij alle vragen. Oh, ik kom thuis en de plaats is bezet. Ik herkende meteen de ring die jij draagt, die heeft zij aan mij ooit gegeven. De ring die jij draagt ontneemt mij het geluk van mijn leven. Oh, iedereen weet we zijn uit elkaar, want de ring die jij draagt, de ring die jij draagt aan jouw hand heb ik ooit gedragen. De ring die jij draagt beantwoordt voor mij alle vragen. Oh, ik kom thuis en de plaats is bezet. Ik herkende meteen de ring die jij draagt, die heeft zij aan mij ooit gegeven. De ring die jij draagt ontneemt mij het geluk van mijn leven. Oh, iedereen weet we zijn uit elkaar, want de ring die jij draagt is van haar. Our life is drifting along, watching the world as it's singing its song. High above, someone is calling to me. Life is for living and living is free. You to me are like the sun in the sky. See how you fly, you have wings of your own. You and me, our love will last without end. Ride with the wind, won't you follow me home? Turn around and see the circles you spin, and we're taking our chances on where we begin. Up above, the rain is falling on me. Life is for living and living is free. You to me are like the sun in the sky. See how you fly, you have wings of your own. You and me, our love will last without end. Ride with the wind, won't you follow me home? Take a look at the stars on the bottom line tonight.
circles we spin, taking our chances on where we begin. Up above, the rain is falling on me. Life is for living, and living is free. You to me are like the sun in the sky. See how you fly, you have wings of your own. You and me, our love will last without end. Fly with the wind, won't you follow me home? Boven de NAP. Dit is de uitzending van Kosmos Radio. Kosmos Radio. En nu snel terug naar de enige echte piratenhits. Gepresenteerd door Kosmos Radio. Ik ruil jou nooit meer voor een ander. Liefje, je mag.
vrijdag. Klinkt weer toppie in Doetinchem. Graag een plaatje voor allemaal. En natuurlijk voor alle luisteraars. En de groetjes van Robke, Otilde. En graag een plaatje van Piet Heijn. En de Kielhalers met Daar was een piraatje los. Robert uit Doetinchem daar. Bedankt voor de reactie en een belletje. Luister lekker mee. Luisteraars, blijf lekker reageren naar de studio. Tot 2 uur is het Studio Cosmos. Om 2 uur gaan we overschakelen naar de studio van de Bellamy. En dat allemaal weer met vele DJ's. Ook met een kerstverloting vanavond rond 7 of 8 uur. Zo in mijn hoofd. Gewoon lekker luisteren. Dus voor reacties 06 48 48 45 60. Dan bent u ook verbonden met de studio. Zo kunt u om 2 uur gaan luisteren naar Randy Macho Man. Van 2 tot 4 uur zelfs. Dus de plaatjes ook weer aan het uitzoeken. Dan hebben we om 6 uur hebben we ook nog Patrick de Vries. En dan om 7 of 8 uur zo'n beetje, dan zal Carla natuurlijk het wel weer overnemen. Carla en Gellert van de studio Bellamy. Met de grandioze verloting. €500 cash. Een trapbekleding van €250 volgens mij door Gerrissen. Trapstoffering. En nogmaals €250 contant. Ja, ja, we gooien ermee over niks is, hè. Dat allemaal mede mogelijk gemaakt door de sponsors. En daarvoor gaan we eerst eventjes naar dit. De kerstmarathon van Bellamy FM en de Ster van Gelderland wordt mede mogelijk gemaakt door Lucky Auto's Dieren, Van der Vrede Auto's Arnhem, Autocentrum Arnhem, Beursken Auto's Didam, Pasro Parket Doetinchem, Mousset Chocolaterie Arnhem, The Surprise Shop Arnhem, Veluwe Auto's Doesburg, Zeger Metaal Recycling, VDR Gevelreiniging Arnhem, Autoplaza Gelderland Hengelo, zanger en entertainer Stevie Poppinghaus, Oliebollenkraam Kobus Schaaf Arnhem, Snackbar Jaap Arnhem-Zuid, Joostingbloemen Arnhem, Garrits Trapstoffering Brummen, Vijverfolietechniek.nl te Duiven. Namens ons team bedankt. Am liebsten fahr ich nach dem Bodensee. Da können wir zwei ganz allein, oh so herrlich glücklich sein. Oh liebe Mariosee, oh oh Mariosee. Einmal im Jahr geh ich zum Bodensee. Da lieb ich dich dann ganz allein, will mit dir nur glücklich sein. Oh süße Mariosee. Zum ersten Mal. Wir trafen uns beide am Bodensee dort auf dem Ball. Wir tanzten die ganze Nacht und liebten uns, ja, das ist wahr. Und wir dachten, es wird wunderbar, auch vielleicht im nächsten Jahr. Oh, oh, Mariosee. Am liebsten fahr ich nach dem Bodensee. Da können wir zwei ganz allein, oh so herrlich glücklich sein. Oh liebste Mariosee, oh oh Mariosee. Einmal im Jahr geh ich zum Bodensee. Da lieb ich dich dann ganz allein, will mit dir nur glücklich sein. Oh süße Mariosee. We'll be right back.
tanzten wir beide wie ein glückliches Paar. Doch dann erfuhr ich von deinem Mann, dass du allein nur ihm gehörst. Darauf fingst du dann zum Weinen an und ich war dann sehr empört. Oh, oh, Mariusee, am liebsten fahr ich nach dem Bodensee. Da können wir zwei ganz allein, oh, so herrlich glücklich sein. Oh, liebste Mariusee, oh, oh, Mariusee, einmal im Jahr geh ich zum Bodensee. Da lieb ich dich dann ganz allein, will mit dir nur glücklich sein. Oh, süße Mariusee, oh, oh, Mariusee, am liebsten fahr ich nach dem Bodensee. Da können wir zwei ganz allein, oh, so herrlich glücklich sein. Oh, liebste Mariusee, oh, oh, Mariusee, einmal im Jahr geh ich zum Bodensee. Da lieb ich dich dann ganz allein, will mit dir nur glücklich sein. Oh, süße Mariusee, da lieb ich dich dann ganz allein, will mit dir nur glücklich sein. Oh, süße Mariusee. Een hele mooie vinylknijtertje van de Cozy's, Mariusee, ja ja. Ze was ook een goede ontvangst in de Scania vanaf Venlo bij Verraai. En succes, groetjes van Dubbel Lucht FM. Nou, luister lekker mee aan die kant natuurlijk. Doen we er nog eentje bij. Ik wens jullie hele fijne feestdagen en groetjes van Diana uit Didam. Nou, Diana, hartstikke bedankt aan die kant. Luister mee. Doen we even ook met het plaatje wat zojuist is aangevraagd. Eventjes van Bosstaart. Riek uit Spiek. Een hele oude opname. Maar we draaien hem toch. Hier in de buurt zullen ze hem allemaal wel kennen van de Piraatjes. Al was het vroeger nog zo fris, zondags trok hij naar een pis. Toch gingen dan de remmen los op de plaatjes uit de jukebox. Voor de kwartje speelde het ding de keer, gezocht door dan een mooie deer. Mocht gek gaan af, kreeg wel chance, weer geschuifel op een Engelse wals. Ik was altijd heel wat mans, ik heb er heel wat afgedanst. Versieren dat was geen probleem, op zo'n middag had er minstens één. Jaren was ik zo op jacht, toch eindelijk op een mooie dag. Riek het stik toen tegenkwam, de vlam die sloeg toen in de pan. Vreeën die tiet met Riek, Riek het spiek in de gangen van de steenfabriek. En het klikte geliek, daar is spiek aan de diek. Maar op het eind van het lied mocht het van haar moeder niet. Ik danste met die mooie griet op het net, waar ik al mijn kwartjes kwiet. Vlinders kreeg ik in mijn buik, ik dacht ze is nou krek wat zuur. Wat 38 ook van schoen, van u zuur had ze ook nog boem. Ik papte gortig met haar aan, we zijn naar de DNA gegaan. Vreën die tiet met Riek, Riek het spiek in de gangen van de steenfabriek. En het klikte geliek, daar is spiek aan de diep. Maar op het eind van het lied mocht het van haar moeder niet. Kaperen nooit zo ver van huis, op de Bieland vulden wij ons huis. Er was een eiland op die plas, waar het heel erg goed vertoeven was. Met de roeiboot en de hele brief, weer aan boord, het was nog niet. De Bieland was voor Oude Zee, die was eigens Robbie Crusoe mee. Een moonlight cruise op de ring, met het mooie schip, de Jacqueline. Gezellig was het toen al toos, met de Lobietse band, de Scorpio's. Van Tolkamer naar de Pannense Kop, soms ook nog wat
wat verderop. Op een schip, daar was de beste plek. In de schemer boven op het dek. Vrijen die tiet met Riek. Riek, ik spiek in de gangen van de steenfabriek. En het klikte geliek, daar is spiek aan de diek. Maar op het eind van het lied mocht het van haar moeder niet. Vrijen die tiet met Riek. Riek, ik spiek in de gangen van de steenfabriek. En het klikte geliek, daar is spiek aan de diek. Maar op het eind van het lied mocht het van haar moeder niet. Speciaal even gedraaid voor Benny uit de Greffelcamp daar. Inderdaad, een hele mooie oude piratentopper, hè. Je hoorde hem altijd bij de piraatjes op het Gelderseiland. De volgende plaat gaan we even sturen naar Rietje. En inderdaad, vanavond om 7 of 8 uur hebben we inderdaad de verloting. Dus blijf lekker luisteren. Dat allemaal voor de gigantische prijzen, hè. Oh, spannend. Wie gaat er met de hoofdprijs vandoor? Ja, ja. Ja, dat wordt nog leuk, hoor. De zon schijnt op al onze wegen, de zon schijnt voor jou en voor mij. Daarom zoek de zon in je leven en zet al je zorgen opzij. Dan zal alles beter gaan, daar kan je van op aan. En wat er ook gebeurt, er wordt niet om getreurd. Met jou komt geluk in mijn leven, want jij alleen, jij bent de zon voor mij. Jongens, geef elkaar de hand, zet de zorgen aan de kant. Trek je nergens wat van aan, want het zal wel gaan. Met zo'n beetje zonneschijn is het leven eens zo fijn. Schijnt de zon bij wat je doet, gaat het eens zo goed. De zon schijnt op al onze wegen. De zon schijnt voor jou en voor mij. Daarom zoek de zon in je leven en zet al je zorgen opzij. Dan zal alles beter gaan, daar kan je van op aan. En wat er ook gebeurt, er wordt niet om getreurd. Met jou komt geluk in mijn leven, want jij alleen, jij bent de zon voor mij. De zon schijnt op al onze wegen, de zon schijnt voor jou en voor mij. Daarom zoek de zon in je leven en zet al je zorgen opzij. Dan zal alles beter gaan, daar kan je van op aan. En wat er ook gebeurt, er wordt niet om getreurd. Met jou komt geluk in mijn leven, want jij alleen. Zeg maar kom maar godverdomme, we zijn niet bang. We hebben messen van een halve meter lang. Laat ze maar komen, godverdomme, laat ze maar komen, godverdomme, laat ze maar komen, godverdomme, we zijn niet bang. Laat ze maar komen, godverdomme, we zijn niet bang. We hebben messen van een halve meter lang. Laat ze maar komen, godverdomme, laat ze maar komen, godverdomme, laat ze maar komen, godverdomme, we zijn niet bang. Gaan we met z'n allen, met het hele team hier. BSC-team, de Bellamy, de Ster van Gelderland en de Cosmos. Wat een diehards, hè? Wij zijn niet bang, geen gebitten van de schrik. Wij zijn niet bang, stoere jongens en de mik. Ons leven lang tot onze allerlaatste snik. Zijn wij niet bang? Hotje! Ja. Wij zijn niet bang. We zijn zo flink, we zijn zo stoer. Wij zijn niet bang, niemand draait ons nog een roer. Helder.
Samen zijn we al zo lang. En voor de duivelijs en moeren zijn wij niet bang. Je kunt in het café gewoonweg niet aan hen voorbij. De een die overtroef de ander met dat schepperij. Dan worden heel wat grote helden daden opgezond. Ze brullen allemaal totdat hun vrouwtje binnenkomt. Wij zijn niet bang. Geen gebitten van de schrik. Wij zijn niet bang. Stoere jongens kent de mik. Ons leven lang. Tot onze allerlaatste snik. Zijn wij niet bang. Wij zijn niet bang. We zijn zo flink, we zijn zo stoer. Wij zijn niet bang. Niemand draait ons nog vloer. Helden zijn we al zo lang. En voor de duivel en zijn moer. Zijn wij niet bang. Ja, als een vrouw erbij is, oh, dan wordt het toch zo stil. Hun grote monden blijven dicht, omdat mama dat wil. Ze staan onder de plak, zijn stuk voor stuk pantoffelhel. Zolang de vrouw erbij is, wordt dit echt niet meer verteld. Wij zijn niet bang. Geen gebitten van de schrik. Wij zijn niet bang. Stoere jongens kent de mik. Ons leven lang. Tot onze allerlaatste steek. Zijn wij niet bang. Wij zijn niet bang. We zijn zo flink, we zijn zo stoer. Wij zijn niet bang. Niemand draait ons over roer. Helden zijn we al zo lang. En voor de duivel en zijn moer. Zijn wij niet bang. Wij zijn niet bang. Geen gebitten van de schrik. Wij zijn niet bang. Stoere jongens kent de mik. Ons leven. Mooi plaatje voor Diana Linken. Ze is jarig. Groetjes van Toen de Manuel. Toen luister mee daar in Edestad. Mooi poolkaartje, jouw kant op. Weet dat je het mooi vindt, hè?
Luisteraars, blijf natuurlijk reageren naar de live programmeringen van het BSC Combinatieteam Kerstmarathon. 06 48 48 45 60. Dus 06 48 48 45 60. En allemaal instappen. En dan gaan we richting de kerstdagen. Holiday in Saint-Tropez, oh, is okay in Saint-Tropez, ja, 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 en de twist van Saint-Tropez, hey, hey, dansen wij in Saint-Tropez, ja, ja, dan nog twee uur, het duurt lang voor mij, want mijn liefde, mijn grote liefde is hij. Komen bijna bij de kerstdagen. Nick en Simon, Santa's Party. Oh, kerstbelletje.
als jij schijnt het eeuwige geluk. Jij bent knap en je bent een lekker stuk. Zo'n meisje als jij vind je echt niet elke dag. Daarom zeg ik jou dat ik jou zo graag mag. De mooiste meisjes zijn in Nederland. In Nederland, in Nederland. Ben je alleen, kom dan naar Nederland. Naar het mooiste meisjesland. De mooiste meisjes zijn in Nederland. In Nederland, in Nederland. Ben je alleen, kom dan naar Nederland. Naar het mooiste meisjesland. Zijn we samen getrouwd, zal ons leven mooier zijn. Rozenrood, de hemel blauw en zonneschijn. Je bent mijn spiegel aan de wand. Ik heb mijn hart aan jou verpand. Aan het mooiste meisje hier uit Nederland. De mooiste meisjes zijn in Nederland. In Nederland, in Nederland. Ben je alleen, kom dan naar Nederland. Naar het mooiste meisjesland. De mooiste meisjes zijn in Nederland. In Nederland, in Nederland. Ben je alleen, kom dan naar Nederland. Naar het mooiste meisjesland. De mooiste meisjes zijn in Nederland. In Nederland, in Nederland. Ben je alleen, kom dan naar Nederland. Naar het mooiste meisjesland. De mooiste meisjes, ja ja. Ah, die zitten bij mij thuis. Haha. Wil je een plaatje draaien voor mijn zoon Jason? Draai maar de ijsbeer uit de noorden. En groetjes van Diana. Nou, die gaan we er ook even bij zoeken. Wil je van mij even de groetjes doen aan de Zijkers uit de flat in Arnhem? Hij stond te hard. Groetjes de oplichter. Zet hem wat als je wil, hè. Zet hem erop en sloop die knop, hè. Graag ook een plaatje voor Ronnie Arends. Hij is gisteren jarig geweest. En er moet natuurlijk gevierd worden. En hij zit lekker klaar voor de bingo. En hij had heel veel loodjes. Nou, nou. En de groeten aan Yard Drivers, Marcello en Ronnie. Ja, ja. De gigantische bingo vanavond. Mensen, blijf erbij. Draai maar een mooie plaats, amigo. Groetjes van Veerman. Veerman, uiteraard de plaatjes ook jouw kant op. De Fiesta, FM. Luisteraars, reacties zijn welkom. 06 48 48 45 60. Kom er dus lekker bij. De volgende is een hele mooie. Dat allemaal van de Sunstreams, hè. Ja, ja, hele mooie. Weer is een vernieuwknijtertje. Hoho! De liefde heb je nodig. De liefde heb je nodig. Anders ben je nergens meer. Haat en nijd is overbodig. Anders doet je hart zozeer. Wij mensen moeten leven, werken en weer tegelijk. Wij staan soms ook te beven voor het slecht dat in de wereld lijkt. De liefde heb je nodig, anders ben je nergens meer. Haat en nijd is overbodig, anders doet je hart zozeer.
zijn geboren om lief en leed te delen. We zijn ervoor om elkaar niet te vervelen. We zijn ervoor om elkaar liefde te geven, maar niet om iets anders weg te nemen. De liefde heb je nodig, anders ben je nergens meer. Haat en nijd is overbodig, anders doe je hart zozeer. Dan gaan we gauw verder met de volgende mooie plaat, de IJsbeer. En ja, die komt natuurlijk uit de noorden, hè? Dit is het verhaal van een jongen die op school van de meester straf had gekregen. Waarom? Nou, hij had zijn les niet goed geleerd. Want hij meende dat de ijsbeer ergens anders vandaan kwam dan uit het noorden. Want de ijsbeer komt toch uit het noorden. Hij maakt muziek zoals wij die nooit hoorden. Hij heeft het helemaal niet koud en draait een plaat voor jong en oud. Dat is het werk van de ijsbeer uit Hoogkerk. Ik zat in de vierde klas van de lagere school. De meester vroeg mij op een dag: zeg Jan, weet jij waar de ijsbeer vandaan komt? Jazeker meester, die komt uit Hoogkerk. Ik hoor hem zo'n beetje iedere dag op de radio. En toen zei de meester: Jan, je hebt je les niet goed geleerd, joh. Maar meester, wat ik zeg, dat is waar. Zeg maar hoor. Ja, ik wil even een plaatje aanvragen. Ja, voor mezelf dan. Ja. Voor de hele Billy die dan. Nou, hartstikke mooi. Bij deze gedaan. Ja, en als kan, dan doe maar een mooie piratenplaatje als het mogelijk is. Gaan we doen. Gaan we erbij zoeken. Jullie zitten prima aan de band. Helemaal goed. En wordt aangeboden door wie? Door mezelf. Helemaal goed. Luister mee, dankjewel. Ja, graag gedaan. Doei doei. En fijne kerstdagen nog. En natuurlijk insgelijk voor u ook. Doei doei. 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 De ijsbeer uit Hoogkerk. En toen vroeg de meester mij: Jan, wat voor een geluiden maakt die ijsbeer dan? En ik zei: nou meester, hij praat als een mens en hij kan ook nog platen draaien. Echte Hollandse platen. En als de politie hem ziet, dan pakken ze hem op, meester. Jan, zei toen de meester, waar haal je in hemelsnaam zo'n onzin vandaan? En ik zei, luister maar eens goed, meester, dan kan jij ook nog wat leren. Want je ijsbeer komt toch uit het noorden. Hij maakt muziek zo als hij die nooit hoort. Hij heeft het helemaal niet koud en draait een plaat voor jong en oud. Dat is het werk van de ijsbeer uit Hoogkerk. Want je ijsbeer komt toch uit het noorden. Hij maakt muziek zo als hij die nooit hoorde. Ja, luisteraars, we gaan aan deze kant ook even kijken of we de telefoon aangesloten krijgen. En kunt u ook de live groetjes gaan doen. Dus u kunt ook gaan bellen naar de studio. En dat eventjes voor de live groetjes. En dat kan alleen via telefoonnummer 06 48 48 45 60.
Dus je wilt even live over de radio de groetjes doen. De fijne kerstdagen wensen aan de vrienden, collega's of kennissen. Uw kans, even over de radio heen. Kost helemaal niks. Enkel een belletje naar de studio. 06 48 48 45 60. En let natuurlijk wel op, er zit een klein beetje vertraging op. Dus hou de telefoon bij uw oor. Loop even naar een andere kamer. Dus luisteraars, wilt u live de groetjes doen? Dat kan. Belt u maar naar de studio 06 48 48 45 60. Komt u ook live op de radio. Zeer benieuwd of de animo voor is. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag, jongen. Hey, Toontje. Ja, ja. Ja, ja, je bent er snel bij, Toon. Ja, ja, ik wil even de groetjes doen, hè. Ja, zeg het maar, Toon. Live op de radio, hè. Hallo, met Toontje de Manuel. Die kent die kleine gooie rotzak nog wel, denk ik, of niet? Maar ah ja, die kent... Ik wil even de groeten doen aan iedereen die er lekker bij is. Kijk, Toon. Oké, speciaal voor Diana Linke uit Didam. Kijk. En ze krijgt een knuffeltje van mij, want ze is jarig. En mijn zoontje is jarig, hè. Ja, Toon, ook gefeliciteerd met je zoon, hè. Ja, ja. Dan mogen we er nog maar een paar opnemen, of niet dan? Dat komt best goed. Ja, dat komt best goed. Ik ben er een 4 uur, jong. Ik neem de tijd even van een ander en dan ik ben er 4 uur live. Ah, oké. Okay. Kijk, hartstikke mooi. Zo'n 4 uur Toontje de Manuel op de radio. Mooi. Ja, nog één keer keihard, joh. Zo is de Toon, hè. Gas geven. Hey, gas erop, jongen. Hé, hey, we doen het goed. En die anderen maar lekker in Friesland gaan kijken. Dan hebben ze wat te doen. Dat is mooi, ja. Ja, die sturen die kant op, hè. De muizen sturen we naar boven. Hè? Hey, Toon, hey, jongens, goedjes. En Toon, bedankt. Doei, hoi. Doei. Doei, hoi. Hallo, BSC. Goedemiddag. Spreek ik met Andy Ruijs. Ja, met Andy Ruijs. Goeiedag. Goeiedag. Hey. Willen jullie die zender uitstellen? Jullie doen enorm een storen op mijn tosti-apparaat. De zender gaat uit over 3 dagen. Is er dan een beetje vol te houden? Nou, dat denk ik niet, want mijn broodjes verbranden de hele tijd. Dat ding gloeit als een tering. Ja, dat is een beetje HF-spanning. Daar doe je niks aan, hè? Oh, nou, dan ga ik even een nieuwe radio kopen, ja? Ja, doe dat maar. Doe maar op Bluetooth, dan is het altijd goed. Ja, groetjes Albert de Boer. Dag, Albert. Hoi, hoi. Adjo. Yo. Ja, ja, en dat allemaal natuurlijk live, de groetjes. Kom er lekker bij. Dus 06 48 48 45 60. Komt hij ook live op de radio. Dat hier bij BSC. Kerstmarathon 2020. Hallo, test 1-2. Test 1-2. Hey. We hebben vertraging. Ik was al helemaal vergeten. Oh ja, we hebben vertraging, hè. Een beetje last van insturing, hè. Ja, ik denk. Met wie spreken we? Wat zegt u? Met wie spreken wij? De alias Overloper. Oh, de Terrorkrant FM. We hebben een paar mooie plaatjes, jongen. Helemaal goed. Git een beetje met de oliebollenbakken daar. Nee, dit niks te doen. Regent. Oh, nou, hij bakt er nog maar een paar stuiten hard, dan kunnen we ze daar gooien. Dan doen we dat, joh. Kom goed, kom maar doen. Ja, vrie, ajo. Ajo. Ciao. Luisteraars, 06 48 48 45 60. En probeer ertussen te komen, want de telefoon gaat helemaal los, hè. Hallo, graag een plaatje. Dolomina, Klembad. We luisteren lekker mee. De hele week al. Vangst is prima. Altijd. En groetjes de firma. Kutschruurder. Het groeten. Hallo, goedemiddag. BSC.
Zeg het maar. Eén momentje hoor. Hallo, zeg maar. DJ Betty. Hey, DJ Betty. Ik wil dat ik toch wat doen. Ja. Even in de radio in de gaten houden. Een beetje vertraging, hè? Nee, ik wil een paar spekken voor mijn door de banden. Spekken. Helemaal goed. Zeg het maar, Betty. Dat doe je allemaal, hè? Een pleitje voor allemaal. Kijk. Ja. Nou, bij deze gedaan, hè? Ja, tuurlijk. Nou, groetjes aan die kant. Oh, denk je wat te doen, Andy? Wat zei je? Ja. Denk je wat te doen, gesprek om mijn mannen te houden. Spijkers. Ja, helemaal goed. Doen. Komt goed. Komen ze nu weer terug. Ja, bedankt voor de spijkers in, hè? Ja, tuurlijk. Hé, hey, doei doei. Ja, goed. Hoi. Doei, hè. Ja, tuurlijk. Nou, luisteraars, kom er dus even lekker bij. De live telefoon is los. 06 48 48 45 60. Kan er ook maar één tegelijk, hè? Heel eventjes. Even 10 minuutjes de lifeline. En dan gaan we zo overschakelen naar Studio Bellamy. We hebben een klein beetje vertraging. Houd dat in de gaten. Dus even van de radio afgestaan, alstublieft. Hallo, goedemiddag. Even de groeten vanuit de grote gele pakjesvrachtwagen Duiven. Kijk aan, en met wie spreken we? Ja, die mafkees met de 4 kentekenplaten voor de ruit. 4 kentekenplaten, ja, dan hebben we Fredje Flintstone. Jazeker. Hartstikke mooi, hè. Fred, leuk dat je meeluistert. Hey, ja, ik klink lekker, kerel. Ja, we doen ons best, hè. Hey, succes toch, hè. Helemaal goed, Nick, dankjewel, groetjes, hè. Jojo. Yo. Luisteraars 06 48 48